staan er echt prachtig mooi bij en heerlijk te groeien. Het waren wat heftige buien de afgelopen dagen, maar ik heb hier geen hagel gehad en ook geen hele grote hoeveelheden. Gewoon precies genoeg om lekker te laten groeien. En alles wat nog bovenaan te komen was, boven te laten komen. Zoals de witlof en de pastinaken en de wortelen. Dus ik ben heel dankbaar. Die toren hier op de achtergrond heeft twee doelen. Het ene doel is om een prachtige plaatje te schieten van het strookteeltperceel en het mooi te kunnen overzien. De witlof komt net boven en heeft net een derde blaadje. En dat derde en vierde blaadje vinden de duiven heel lekker. En dan gaan ze bovenop het ruggetje zitten en dan lopen ze het ruggetje af. En dan pikken ze alle blaadjes af, waardoor het plantje geweldig gerend wordt in zijn groei. Nou, de andere gewassen worden inmiddels wat groter, waardoor de jager het perceel niet meer goed kan overzien. En vandaar dit prachtige hokje met heel mooi uitzicht om de duiven toch onrustig te kunnen houden. Zoals eerder gezegd, wegjagen of allemaal afschieten of wat je ook zou willen is onmogelijk. Maar de beste methode lijkt ons nu om ze onrustig te houden, zodat ze niet hele plekken te veel aanvreten, maar gewoon overal wat. En dan is iedereen blij en ook wij. Dus ik ga nu hier naar boven klimmen om jullie te laten zien hoe magnifiek dit uitzicht is. Oordeel zelf. Dit is toch echt een fenomenaal uitzicht. Het plan waar ik al een paar jaar mee bezig ben in mijn hoofd, waar ik maanden hard aan gewerkt heb en wat nu helemaal tot leven en tot bloei komt. Hoe mooi kan strookwateelt zijn? Hier word je toch echt ontzettend blij van. Ik wel tenminste. En stel je voor dat veel meer boeren in Nederland dit gaan doen. Met hun eigen regio, met hun eigen gewassen. Dan wordt Nederland en de Nederlandse akkers zoveel diverser en mooier. En ik verheug me daar nu al op. Weer met twee voeten op de grond. Het is eigenlijk een klein beetje vergelijkbaar met wanneer je vanuit de ruimte naar de aarde kijkt. Dan ziet de aarde er geweldig mooi uit. En heel fascinerend. Nog heel veel mooier dan dit. Maar na Genesis 3 weten we dat wanneer je met twee voeten op de aarde staat, dat er heel veel strijd is en oorlog en haat en jaloezie en ellende. En zo is het in bepaalde mate ook zo hier op het land. Het is een prachtig gezicht, maar onderling tussen alle gewassen en insecten en alles wat er leeft, is het een enorme strijd. De grote vraag is, in hoeverre gaan wij hier als telers, maar sowieso als mensen en zitten sturen? En in hoeverre kan de natuur toch dat evenwicht bewaren, zodat je zonder veel ingrijpen een goed product af kan leveren? Een heel concreet voorbeeld daarvan is het koolwitje in de kool. Ik zie ze momenteel volop rondvliegen. Jullie waarschijnlijk ook in de tuinen of wanneer je op straat loopt. Die koolwitjes die leggen hun eitjes vlakbij de wortel van het koolplant, van de koolplant. Wanneer die eitjes dan uitkomen, dan worden dat mooie rupsen en die klimmen de koolplanten in en die beginnen daar naar hartelust te eten. Nou, één rupsje af en toe op een plant is niet zo erg, maar worden dat er meerdere op een plant, dan is dat echt serieus en dan is dat dusdanig een vraat dat de kool daar niet tegen kan. Dus vooral goed kijken de komende tijd. Worden dat er te veel, dan is er in de biologische teelt een middeltje toegelaten. Maar van dat middeltje is ook bekend dat die vrijwel alle insecten die in de strook kool voorkomen, doden. Dus uit principe wil ik dat eigenlijk niet toepassen. Dat zijn dilemma's waarvan er best veel zijn in deze teelten die er voor me liggen. En waarvan ik nu eigenlijk nog niet kan zeggen wat ik kies. Door dit weggetje, langs onze boerderij, komen iedere zomer ontzettend veel mensen. Met de auto, met de motor, maar vooral met de fiets. Een aantal van die mensen was het al opgevallen dat tot op zelen langs deze weg bijzondere dingen gebeuren. Het is heel leuk om dan zomaar mailtjes van mensen te krijgen of leuke berichtjes. Daar word ik blij van. Voor mensen die dit niet persoonlijk aan mij durven te vragen, of daar de moeite niet voor namen, had ik al een tijdje een bord in de schuur staan. Maar vanwege de drukte en de droogte was dat nog steeds niet geplaatst. Vandaag vond ik het de hoogste tijd om dat alsnog te doen. In tegenstelling tot de meeste plaatsen in Nederland hebben wij de afgelopen dagen niet zo heel veel regen gehad.
Daarom was ik ontzettend blij met het buitje wat eind van de middag heel onverwachts nog gevallen is. Vooral omdat ze volgende week weer warm en droog opgeven en de planten daarom wel wat extra vocht kunnen gebruiken. In deze vlog geen machinegeweld, maar wel heel veel groeigeweld. Maar dat gaat stilletjes aan en 24 uur per dag door. Bedankt voor het kijken en tot ziens!